Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Waar we in deze video gaan kijken naar de rechtszaak tegen Shell. Een rechtszaak die je misschien wel iets van hebt meegekregen deze week. Veel in het nieuws geweest. De rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell. Omdat het ook best wel een belangrijke rechtszaak is. Behoorlijke impact heeft het voor Shell. Mogelijk ook voor concurrenten. En daardoor misschien ook wel interessant juist als je bezig bent met beleggingen bijvoorbeeld in duurzame energie. Want die zouden misschien wel juist kunnen profiteren van deze uitspraak. Maar voordat we beginnen met dat onderwerp, die nieuwsberichten en de koersen te bekijken, even twee korte mededelingen. Ten eerste, de laatste tijd zijn er best wel veel uh, spam comments onder de video's. Nou, soms zie je een hele ja, een reactie met heel veel reacties eronder. Hoe geweldig iemand is met beleggingen, met advies. Nou dat is vaak al meteen spam. Probeer ik ook zo snel mogelijk te verwijderen. Maar begin deze week zag ik voor de eerste keer ook zeg maar een account en een logo zeg maar wat overeenkomt met mijn profiel. Dus ik ben niet degene die op die manier WhatsApp nummers deelt en dat soort dingen. Let altijd goed op wat er in die comments staat. Ik probeer ze zo snel mogelijk te verwijderen. Maar het verbaast me nog steeds dat YouTube daar nog geen manier op heeft gevonden. Want ja, iedereen heeft er al maandenlang last van. Dat wil ik ten eerste even zeggen. En ten tweede heb ik sinds gisteren de nieuwe website online gezet. Dus als je dacht, van waar komt in één keer die paarse kleur de laatste tijd vandaan? Nou, dat was dus de nieuwe huisstijl van de website. Uh, best wel veel informatie staat er tot nu toe op. Een beetje de onderwerpen die ik behandel, uh, veel blogartikelen die ik wil gaan behandelen. Ja, de onderwerpen kun je hier vinden. Diverse tools, zoals bijvoorbeeld de beleggers training, de training die ik samen met Tim heb gemaakt. Daar vind je nu heel veel uitgebreide informatie over, mocht je willen beginnen, mocht je het willen overwegen... Uh, zoals gezegd, de blog met alle artikelen. Kun je hier alles rustig teruglezen? Ook hier ga ik uh, veel meer content plaatsen de komende tijd. En bijvoorbeeld bij uh, aanbevolen producten, diensten, producten die ik gebruik. Of downloads, de dingen die ik ooit uh, laat zien. De verschillende sheets die uh, je ja, voorbij ziet komen. Zoals het budget en vermogen, het extra aflossen, noem het maar op. Dat is dus nu allemaal op de nieuwe website een stuk duidelijker te vinden. Lijkt mij tenminste, in ieder geval dat was de bedoeling. En de website kun je natuurlijk bezoeken via passiefinkomen.nl. Maar laten we dan beginnen met de rechtszaak tegen Shell. Ten eerste twee nieuwsberichten die ik even wil behandelen, omdat daar veel informatie in staat, die we uiteindelijk ook weer kunnen gebruiken om een samenvatting en een mening daarover te vormen. Ten eerste dit nieuwsbericht. Wat betekent de baanbrekende uitspraak in de klimaatzaak voor Shell? Ik heb even wat dingen gearseerd. Voor het eerst wordt een bedrijf door de rechter gedwongen CO2-uitstoot te verlagen. Het is volgens juristen baanbrekende uitspraak die gevolgen heeft voor Shell en mogelijk voor soortgelijke bedrijven. Dat is op dit moment nog niet het geval, want nu wordt alleen Shell is uiteindelijk met een rechtszaak alle met een, met een uitspraak gekomen, de rechter. De verstrekkende gevolgen die de uitspraak kan hebben, namelijk nieuwe investeringen nalaten of minder verkopen, wegen volgens de rechtbank op tegen de gevaren van de klimaatverandering. Dus het is eigenlijk zo dat de rechter nu zegt: van jullie hebben ook een taak in de klimaatverandering. Je kunt niet alles wegschuiven dat er geen wetgeving is, geen regelsgeving, of dat je in ieder geval die er is, dat je daaraan voldoet. Nee, zonder jullie zullen we het nooit gaan halen. Dus daarom heb je eigenlijk ook de taak, de verplichting. Um, om dit soort dingen nu al toe te passen. Nou, als het vonnis blijft staan, moet Shell eind 2030 de CO2-uitstoot met netto 45% hebben teruggebracht. Ten opzichte van uh, 2019. Netto betekent in deze context dat Shell ook uitstoot mag compenseren. Dus ze mogen bomen gaan planten, CO2 op gaan vangen. Nou, toevallig hebben ze voor de laatste net een contract ondertekend. Dus dat helpt alweer een beetje. Uh, gaan we door naar het volgende, want ja, het is best wel een gigantische opgave, zoals ze het noemen. Dat heeft ook mee te maken dat Shell uh, 3% van het wereldwijde totaal aan CO2 uitstoot, of in ieder geval daar verantwoordelijk voor is, want het gaat om de uitstoot van Shell zelf. Maar ook van toeleveranciers en van klanten. Ook dat is wel belangrijk om mee te nemen. Het is niet zozeer alleen wat Shell zelf doet met bedrijven, plantages. Ja, plantages moet ik niet zeggen. Installaties en zo die ze hebben. Maar juist ook voor de toeleveranciers of de eindgebruikers. Zoals jij en ik. Als wij gaan tanken, dat is benzine van Shell. Dus Shell moet daaraan meedragen dat ook daar. 45% vermindering komt. Een manier om de uitstoot van broeikasgassen bij eigen installaties terug te dringen is een drastische aanpak van methaanlekkages bij gaswinning. Nou, verder kan Shell de olieproductie verminderen, wat het bedrijf al van plan is, en meer groene stroom gebruiken voor de productie van zware olie. Dus dit zijn een beetje dingen die ze wel uh, zelf kunnen doen. De grootste uitdaging is de uitstoot van de producten van Shell verminderen. Klanten van Shell zijn goed voor 90% van de uitstoot die aan het bedrijf worden toegeschreven. Dus zoals ik al zei, uh, kijk, de installaties kunnen ze makkelijk zelf iets doen, maar als jij en ik gaan tanken, wij zijn uiteindelijk dus goed voor 90% van die uitstoot. En in tegenstelling tot het terugbrengen van de CO2-uitstoot bij het eigen productieproces legt de rechter voor de uitstoot van klanten geen keiharde verplichting maar een zogenaamde zwaarwegende inspanningsverplichting op. Uh, dat zegt ook een jurist of een analist van... ja, ik ben wel benieuwd wat dat is. Juist omdat het niet zo keihard omschreven is. Ke geen keiharde verplichting. Kun je daar natuurlijk heel veel kanten mee op. Dus um, ja, het is een eerste rechtszaak die hierover gaat. Uh, er zullen altijd dingen zijn die dan niet duidelijk zijn. Maar ja, tussen de lijnen door... kan het wel eens een behoorlijke impact gaan hebben. Alleen omdat het niet zo duidelijk staat... opgeschreven of is verwoord... is het natuurlijk ook moeilijk om dat... Uit te voeren en uiteindelijk ook te controleren. Gaan we nog iets verder naar beneden? Uh, al met al ziet Shell dat de rechter dezelfde kant op gaat als het concern zelf op lange termijn wil. Uh, ja, dat is waar. Ze zeggen ook: het gaat om een versnelling. Waar we naar moeten zoeken is nog meer middelen om verder te kunnen versnellen. Uh, Shell was er al mee bezig. Ze had al een eigen plan voor de toekomst. Alleen dit ging volgens mij tot 2050 en het was helemaal niet zo snel. Dus nu was ze eigenlijk verplicht om het veel sneller op te pakken. Het verbaasde me ook toen Shell met de plan een paar maanden geleden kwam, dat het juist zo traag ging. Um, dus eigenlijk is het misschien alleen maar beter, maar het is ook wel logisch. Want waar verdient Shell nu het geld mee? Dat is met olie en gas. En dat zijn juist natuurlijk niet de dingen die beter zijn voor het milieu. Nou, uiteindelijk zien we nog wel meer teksten, maar vooral onderaan. In ieder geval, tot die tijd is de uitspraak voor de concurrentiepositie van Shell niet zo best. Andere bedrijven hebben er vooralsnog niet mee te maken, omdat nu alleen Shell wordt aangesproken en Shell al meteen hier mee aan de gang moet gaan, um, ja, wordt Shell benadeeld. Terwijl bij andere bedrijven dit nog niet is, die worden niet automatisch meegenomen, want er is geen rechtszaak tegen ze. Er komen natuurlijk wel rechtszaken tegen die concurrenten, maar op dit moment is dat nog niet en wordt dus eigenlijk alleen Shell benadeeld. En Shell zegt te verwachten in beroep te gaan tegen de uitspraak, maar moet van de rechter ook in dat geval wel meteen aan de slag, dus... Niet zoals je vaak ziet bij rechtszaken, dat je het uh, ja, in beroep kunt gaan, het jarenlang uit kunt stellen. En op die manier, dus eigenlijk gewoon door kunt gaan met de dingen waarmee je nu ook al bezig bent. Heel belangrijk om eigenlijk te kijken, en wat interessant vond ik: um, dit artikel. Het vonnis verbaast oud-topman van Shell. Um, iemand die natuurlijk wel ja, best wel een goede blik heeft op het bedrijf, maar hij heeft ook best wel een paar goede punten. Voormalig Shell-directeur Jeroen van de Veer is verbaasd over het vonnis dat bepaalt dat Shell zijn CO2-uitstoot sneller moet terugdringen. De rechter gaat op de stoel zitten van de overheid en dwingt Shell kleiner te worden. Nou, dat klinkt niet zo heel positief. Ten eerste dat Shell als bedrijf zijnde kleiner moet worden, en ten tweede dat de rechter op de stoel gaat zitten van de overheid. De uitspraak was een wereldprimeur. De rechter bepaalde dat bedrijven zelfstandig klimaatverandering moeten aanpakken. Los van regelgeving van de overheid. En daar zegt Van de Veer dan over, volgens mij moet het zo werken. Er is een Parijsakkoord tussen landen. Dan moet ieder land eigenlijk dat vertalen naar wetten waarbinnen hun bedrijven en burgers moeten handelen. Hier is nu een extra partij, de rechter, die zegt, wij kunnen maatregelen nemen buiten het systeem om. En dat is een probleem. Zo denk ik het eigenlijk ook wel. Natuurlijk, je moet als bedrijf zijnde, uh, zeker als Shell, als grote vervuiler, eigenlijk wel... Iets doen voor je imago, laten zien dat je het wilt verbeteren. Maar uiteindelijk, hoeveel je moet verbeteren en hoe je dat kunt meten, dat komt neer op de wet en regelgeving die er is. En het lijkt me gewoon dat Shell op dit moment aan alle wetten en regels voldoet in Nederland. Dus ja, zolang de overheid dat niet oplegt om het strenger te doen, waarom zou jij dan wel dat gaan doen als het ten koste gaat van je winst? Terwijl concurrenten daar bijvoorbeeld nog niet mee bezig zijn en daardoor misschien juist wel interessanter zijn. Zeker voor beleggers in dit geval. En dat zegt Van der Veer ook. Want stel, Shell gaat naar KLM en zegt: wij moeten in 9 jaar 45% omlaag. Dus jullie krijgen minder uh, vliegtuigbrandstof. Denk je dan dat KLM minder gaat vliegen? Nee, die kopen bij iemand anders. En zo is het natuurlijk ook. Nu is alleen Shell getroffen door deze uitspraak. Maar als de concurrenten gewoon doorgaan op een manier uh, zoals dat nu het geval is. Dan zullen mensen echt niet minder gaan auto rijden, minder gaan vliegen. Maar die pakken natuurlijk gewoon het product van de concurrent. En dan is er voor die mensen natuurlijk niks aan de hand. Het is wel grappig om eigenlijk te zien. Um, na van de veersperiode was de ambitie van het bedrijf om tussen 2016 en 2020 6 miljard dollar uit te geven aan hernieuwbare energie. Daarvan werd 2 miljard daadwerkelijk gerealiseerd. Dus de doelen die ze zelf hadden, die uh, hebben ze al niet gehaald, of wat ze hadden verwacht. En in diezelfde periode investeerde het bedrijf 120 miljard dollar in fossiele industrie of energie. Dus uh, het is al een groot verschil. En natuurlijk, nieuwe technologieën die hebben tijd nodig. Dat is niet vandaag geregeld, dat heeft jaren nodig. Maar als je deze verhouding aanhoudt van dat je maar 2 miljard in duurzame hernieuwbare energie doet en 120 miljard, oftewel 60 keer zoveel, in de energie die je nu al hebt, dan zal natuurlijk het ook nooit heel hard op gang komen. Maar ja. Als je nou juist het geld verdient met die fossiele energie, kun je natuurlijk een bedrijf aan de ene kant ook niet uh, kwalijk nemen dat ze daarvoor kiezen. Juist natuurlijk omdat daar de winst van het bedrijf vandaan komt en dat houdt de mensen ook natuurlijk gewoon aan het werk. Dus wat we nu eigenlijk zien is dat deze rechtszaak uh, ja, uniek is. Dus de eerste rechtszaak, waarschijnlijk zullen er nog vele komen. Er is inmiddels trouwens ook al in Frankrijk tegen Total een rechtszaak begonnen. Eigenlijk op basis van deze rechtszaak hopen natuurlijk milieuorganisaties wereldwijd dat te kunnen gebruiken bij een volgende rechtszaak om bedrijven aan te pakken. Maar omdat nu alleen Shell ook nog maar getroffen wordt, ja, want zo is het gewoon, concurrenten hebben nog niets te maken met deze uitspraak, heeft Shell best wel een aparte positie, want uh, ze mogen eigenlijk, ja, ze kunnen eigenlijk alleen nog maar investeren in schonere energie, want dat is het verstandige om te doen. En dat waren ze natuurlijk al wel van plan, alleen nu worden ze eigenlijk door de rechter gedwongen dat veel sneller op te pakken, op zich is dat helemaal niet zo verkeerd, want ik denk ook dat, zoals gezegd, Shell dit al veel sneller op had moeten pakken. Ze hebben tot nu toe nog steeds het geld ervoor om het te doen. Dus als je ja, iedereen ziet dat dat de toekomst is, natuurlijk, we kunnen niet zonder olie en gas. Want olie wordt in veel meer producten gebruikt. En niet alleen maar om auto's te rijden, juist ook voor, voor plastic en dat soort dingen. Dus je komt het in heel veel plekken tegen. We kunnen niet zomaar zonder olie. Maar we weten in ieder geval voor um, ja, het transportgedeelte dat dit niet meer de toekomst is. Die ligt voorlopig in ieder geval met elektriciteit en misschien op lange termijn wel op waterstof. En ook daar is Shell wel mee bezig. Maar zoals gezegd, als je 60 keer zoveel investeert in de huidige techniek en niet in de nieuwe, dan is het natuurlijk best wel een tijdje dat het kan duren voordat überhaupt je überhaupt een product hebt wat ja, beter is voor het milieu. Um, dus ja, um, ja, het is eigenlijk goed, vind ik tenminste, dat de rechter dit. Uh, zo oplegt. Het is alleen eigenlijk niet de taak van de rechter. Het zou vanuit de overheid moeten komen of het zou vanuit Shell zelf moeten komen. En ik denk dan ook vooral dat we het moeten zien als een soort van signaal aan bedrijven: uh, probeer ook niet alles weg te schuiven van ja, de overheid verplicht ons tot niets, dus wij gaan niets doen. Natuurlijk, jij wilt ergens uh, je bedrijf hebben, jij wilt producten maken, je wilt uiteindelijk ook winst maken, maar dat mag misschien niet ten koste gaan van de volgende generatie. Natuurlijk, winst maken is één, maar ik denk ook dat je, als je juist richt op de lange termijn, je ervoor zorgt dat je bedrijf ook interessant is op de lange termijn. Op dit moment lijkt Shell me dan ook vooral een investering voor de korte termijn, uh, of juist niet voor de korte termijn, hoe moet ik het zeggen? Ja, het is eigenlijk helemaal niet interessant op dit moment. Juist omdat ze eigenlijk geen plan hebben voor de toekomst, terwijl ze dat eigenlijk wel zouden moeten hebben. Zeker wanneer grote investeerders er zitten. Pensioenfondsen die gaan kijken naar imago, maar ook zeker voor een belegging op de lange termijn om waardevastheid te houden. Dus op dat moment is Shell, of in ieder geval heel de sector, eigenlijk niet zo interessant. Ook weer een reden om hier juist niet in te investeren. Waardoor het, eigenlijk het bedrijf en de koers dus minder interessant worden en ook laag blijven. Dan laten we ook vooral even gaan kijken naar de koers van Shell. En dan zien we hier um, eigenlijk de laatste paar dagen. Elke candle is vier uur en we kunnen nou niet echt zeggen dat er een... Ja, er is wel een kleine daling te zien, maar vergeleken met andere momenten is het niet een behoorlijke impact. Dus laten we zeggen dat de koers er niet heel erg sterk op reageert. Wat misschien wel interessant is om te kijken uh, hoe het vergelijkbaar is met andere bedrijven. Uh, laten we bijvoorbeeld ten eerste kijken met uh, de US Oil of de Crude Oil, de WTI... En dan kunnen we eigenlijk zien dat. Uh, moet ik eigenlijk iets verder uitzoomen? Dan zien we een beetje de crisis. De oranje lijn is de olie in Amerika, de prijs. En uh, we zien hier de nullijn. Dus hier met de crisis schoot hij omlaag. Tot ja, min, uh, min 40 dollar toen per vat. Ook de, ook de koers van Shell ging daarmee omlaag. Maar toen de olie herstelde, herstelde ook Shell wel een beetje. Maar uiteindelijk ja, is het niet meer, bij lange na niet eigenlijk. Wat de koers van olie heeft gedaan, want die is sinds begin 2019 in principe nu zo'n bijna 30% hoger. Staat die terwijl Shell nog altijd 40% lager staat? En heeft dat te maken met olie, met het bedrijf, of is dat toevallig bij Shell, of is dat ook bij concurrenten? Ook dat kunnen we kijken. We kunnen natuurlijk uh, Total opzoeken en dan moet ik het wel wederom goed typen. En die staat natuurlijk in Parijs. Dus als we die toevoegen. Dan zien we dat, in ieder geval, Total ook niet helemaal hersteld is. Ook die hebben nog steeds last ervan. Maar in ieder geval wel weer een stuk hoger dan dat Shell hier onderaan staat. En misschien als laatste Chevron, de Amerikaanse um, ja, grote oliemaatschappij. Ook daar zijn trouwens beleggers al um, met plannen gekomen vanuit ja, beleggers, zijnde hebben natuurlijk ideeën opgeworpen. Uh, juist voor de toekomst, die hebben ze best wel goed omarmd. En volgens mij is Total er ook iets opener over. Um, en terwijl Shell dat niet zo is. En zo zie ik wel dat juiste bedrijven die of worden gedwongen al vanuit beleggers zelf, aandeelhouders zelf. of zelf al in ieder geval een duidelijker plan hebben. in ieder geval niet zo slecht doen als Shell. Shell lijkt nu echt wel het meest te zijn getroffen. Want zoals je ziet, uh, min 40% op de oude koers. of min. 23 of min 15, dat is toch best wel een behoorlijk verschil. Zeker terwijl de prijs van olie, dus nu op dit moment weer toeneemt. Dus we kunnen wel zien dat Shell degene is die het hardst wordt getroffen. Uh, die werd ja, het meeste daling gezien tijdens deze crisis het laatste jaar. Maar daardoor ook nog steeds het minste herstel uiteindelijk. De andere leek het allemaal iets meer mee te vallen. Um, dus ja, het is een beetje kijken wat, het, wat de uitspraak doet. Nou, de uitspraak heeft niet zoveel uh, ja, impact gehad op de koers de afgelopen dagen. Kan misschien zelfs wel een beetje komen omdat beleggers toch al uh, dit wilden. Dus het komt eigenlijk voor beleggers vaak goed uit. Tenminste, als ik in Shell investeer, zou ik ook willen dat het bedrijf juist bezig is met een toekomst. Omdat misschien is daar niet het geld te verdienen op dit moment, maar wel het geld te verdienen in de toekomst. Dus je wil ook zorgen als je nu een grote partij bent, dat je ook in de toekomst die grote partij bent. Nou, het is altijd: Shell heeft niet zo heel veel oplaadpunten bijvoorbeeld bij een tankstation is ook wel logisch omdat het natuurlijk het met tanken veel meer oplevert op dit moment. Maar Shell kan wel een behoorlijke klap maken door bijvoorbeeld een overname te doen waardoor het in één keer een stuk ja, wordt nu natuurlijk ook veel interessanter om dat juist te doen, want dan kunnen ze zeggen: "Kijk, we hebben in één keer zoveel punten, dat is beter voor het milieu, dat bespaart ons CO2." Dus het wordt eigenlijk nu alleen maar interessanter om dat soort investeringen te doen. Aan de andere kant ze worden eigenlijk ook gedwongen om geen nieuwe investeringen te doen in fossiele brandstof, dus die we verzagen wel hoeveel geld daar in de afgelopen paar jaar naartoe is gegaan. Als ze dat nu niet doen, dan houden ze eigenlijk alleen maar geld over. Ook dat kan juist wel weer positief zijn als aandeelhouder. Of ze keren het misschien uit. Of ze gaan dus juist investeren in de toekomst. Maar ik denk vooral dat op dit moment de impact nog wel meevalt. Dat zien we dus al in de koers. Anders was die natuurlijk wel veel harder onderuit gegaan. Natuurlijk, Shell wordt nu wel echt als enige hierdoor getroffen. Omdat alleen Shell in deze uitspraak zit. Maar het is vooral een signaal. Aan eigenlijk de sector van ga iets doen pak ook je verantwoordelijkheid dat heeft gewoon tijd nodig we gaan niet in één keer van olie af olie en gas blijven gewoon heel erg belangrijk ook de komende jaren dus daar zal Shell niet per se harder getroffen door worden maar het is nou ook wel niet per se meteen een heel erg grote meevaller voor de aandelen voor de sector van duurzame energie um, ook ja die hebben er niet per se meteen profijt bij misschien zullen sommige van die bedrijven worden overgenomen door Shell Misschien uh, wordt de infrastructuur wordt uitgebreid. Nou daar zouden bedrijven wel van kunnen profiteren. Stel Shell gebruikt de oplaadpunten van Alfa bijvoorbeeld. Dan kan zo'n bedrijf daar extra van profiteren. Maar uiteindelijk ook wel uh, automerken. Denk aan Tesla, Nio of eigenlijk ieder automerk wat elektrische auto maakt. Want nu zeggen ze telkens ik zou wel een auto willen kopen maar de infrastructuur is er niet. Degenen die de infrastructuur willen aanleggen die zeggen ja we willen het wel aanleggen. Maar er zijn nog niet genoeg auto's die er gebruik van gaan maken dus. Dit soort dingen zouden wel kunnen helpen, juist om die infrastructuur toch een boost te geven, waardoor mensen het wel gaan gebruiken. Maar ook dat heeft gewoon weer tijd nodig. En dat zullen we niet meteen. Dat hebben we eigenlijk ook niet meteen gezien in die aandelen. Ook dat heeft gewoon tijd nodig. En het zou zomaar kunnen zijn dat Shell hier wel een belangrijkere positie in gaat nemen. Tenminste, lijkt mij wel. Nu, ze wil het al een klein beetje. Ze worden nu eigenlijk meer gedwongen. Dus of dat nou door een rechter is of door. Ja, de samenleving zelf. Het lijkt me gewoon dat Shell die kant sowieso op moet gaan. Maar dat is mijn mening, dat is mijn samenvatting van wat ik hier haal uit deze berichten. Ik ben ook erg benieuwd hoe jij erover denkt. Dus laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Ben je nog geen lid van het kanaal, maar wil je geen enkele video meer missen? Zorg ook dat je dan geabonneerd bent op het kanaal om niks meer te missen. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken. Een fijn weekend wensen. En tot de volgende video.